Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, 20 november, gebeurt elk jaar wat speciaals in Nijmegen. Op deze dag mogen kinderen die iets bijzonders hebben gedaan dit jaar een kinderlintje in ontvangst nemen. Dit jaar zijn dat Mees, Joas en Neeltje. Mees, Joas en Neeltje hebben dit jaar iets heel bijzonders gedaan. En niet omdat het moest, maar omdat ze dit zelf graag wilden doen. En deze prestatie wordt nu beloond met een kinderlintje. Neeltje hier houdt namelijk heel erg van bakken, toch? Neeltje gaat elke maand langs bij een verzorgingstehuis om daar heel veel pannenkoeken te bakken voor de ouderen. En dit idee is op een best wel gekke manier ontstaan. Een keertje was ik de slagkom over me heen gegaan. Er was moeder en ik aan het bakken. En toen zei ik, hey, ik weet wat. Wat heel leuk is en een hobby bij mij past. Pannenkoeken bakken bij het bejaardenhuis. Toen zei mijn moeder, ja, dat is eigenlijk best wel een goed idee. Mees heeft 4 jaar lang zijn haar laten groeien voor Stichting Haarwens. Zijn haar werd via de post opgestuurd naar de stichting. Dat was best wel even spannend. En we waren ook heel even bang, want toen we hadden opgestuurd, het duurde langer voordat hij aan zou komen dan we hadden gedacht. Dus we waren even stress of hij wel überhaupt aan zou komen. Ook heeft Mees met zijn actie een mooi geldbedrag opgehaald voor Stichting Kika. Daar kunnen ze meer onderzoek doen naar kanker en zorgen dat alle kinderen op de wereld kankervrij kunnen worden. Joas heeft midden in de nacht 40 kilometer gelopen tijdens de nacht voor de vluchteling. En dat zonder blaren. Nou, ik had wel veel getraind, dus totdat ik ongeveer 30 kilometer, dat ging nog wel. Het meeste wat ik ooit daarvoor had gelopen was 35 kilometer. Dus toen tot 35 kilometer ging nog wel, maar daarna, als je stopt met wandelen, krijg je altijd spierpijn. Alleen, ik had ook spierpijn, maar dat ging toen die laatste 5 kilometer niet meer weg. Dus toen heeft mijn moeder echt me er doorheen gesleurd. Alleen, uiteindelijk heb ik het gelukkig wel gehaald. Om dit bijzondere moment te herinneren, krijgen de kinderen een tekening van de stadstekenaar. Ze hebben alle drie een heel bijzonder verhaal en alle drie iets heel bijzonders gedaan. En wat probeer je dan te doen? Je probeert te bedenken, hoe ziet dat eruit? Pannenkoeken bakken, dan kom ik al vrij snel op een hele grote stapel pannenkoeken en op een pak melk en eieren die kapot op de grond liggen. En bij iemand die de nacht van de vluchteling heeft gelopen, 40 kilometer s'nachts, dan denk ik, oh, die schoenen die zullen heel erg stinken. Dus er komen hele grote schoenen in met hele grote stinkende dingetjes erbij. Dus zo probeer ik een beetje te werken. Vanochtend wisten de kinderen nog van niks. Want ze zijn met een smoes naar het stadhuis gelokt. Nou ja, ik wist echt van niks. Mijn mentoren die kwamen mij en mijn hele klas midden in de les dit vertellen. We wisten het nog niet eens dat we hier überhaupt heen gingen. En zeiden van kom, we krijgen een rondleiding. Dat was superleuk. En toen kwam ik hier en toen hoorde ik van de kinderlintjes. En toen dacht ik, Maar ik had het in het begin echt niet verwacht. Super gaaf. Ik dacht, wow. Toen ik naar voren loopte, dacht ik, dit ben ik gewoon. En ik zat echt de hele tijd te trillen, nu ook nog een klein beetje en alles nog goed. Laat je nog één keer horen voor deze drie jongeren.